Wat kan poëzie betekenen voor bij dementie? Op deze vraag gaan we een gesprek voeren met een aantal gastsprekers onder leiding van Karin Hanekroot. Karin omschrijft zichzelf als fan van het Odense Huis en de mensen die daar actief en betrokken zijn. In het dagelijks leven is ze moeder van 3 kinderen en directeur bij de Vrijwilligersacademie. Ik ben gevraagd, Margot, om gesprek te leiden met 3 mensen. Aafke, Marije en Wiebren. En zij alle 3 hebben zich opgegeven om de vraag te beantwoorden. Wat kan poëzie nu precies betekenen voor mensen? En in het bijzonder voor mensen die zo nu en dan last hebben van vergeetachtigheid. Ik zou graag aan Aafke als eerste willen vragen of zij wat kan vertellen wie ze is en waarom zij deze vraag best wel goed kan beantwoorden. Aafke, zou jij in een minuut of 3 kunnen vertellen wie je bent en wat jouw antwoord en jouw ervaring vanuit je achtergrond is met deze vraag? Ja, dankjewel Karin en ook dank aan iedereen. Ik vind het net als een van de vorige mensen een grote eer om hierbij te mogen zijn. En heel erg fijn om zo deze sfeer mee te maken. En inderdaad ook, we hebben al echt prachtige tekst gehoord, prachtige woorden. Mijn achtergrond is, ik ben arts in de ouderenzorg. Ik heb veel ontmoetingen gehad en nog met mensen met vergeetachtigheid, soms mensen met dementie. En daarnaast heb ik een hele grote liefde voor taal en specifiek voor poëzie. En ik probeer die 2 dingen te combineren in het werk wat ik mag doen aan de Universiteit van Amsterdam. Om met artsen en toekomstig artsen, met medisch studenten te praten over wat poëzie teweeg brengt. En dat doen we heel direct door studenten of artsen, vaak zijn het huisartsen, te laten kiezen welk gedicht in hun dagelijkse werk een rol heeft gespeeld en hen geraakt heeft. En dan met die tekst gaan we dan aan de gang en dan gaan we kijken in de groep van wat brengt het voor beweging, wat doet het met je. En er werd gezegd dat ik die vraag zou kunnen beantwoorden, maar het is een vraag met een heleboel aspecten. En ik denk dat taal in welke setting dan ook en voor welke mensen dan ook eigenlijk altijd een uitnodiging is om tot verdieping, tot bezinning, om dingen van andere kanten te bekijken en om de woorden te laten werken. En wat wij bij de Culturele Apotheek doen, is allerlei soorten activiteiten die literatuur inzetten als prettig medicijn bij levenskwalen en alledaagse vragen. En dat doen wij door spreekuren, boeken op recept te houden. We zijn al een boekenlijst aan het maken die huisartsen in hun praktijk kunnen inzetten voor kwalen die niet met pillen en pleisters op te lossen zijn. En wat we doen is samenlezen met mensen. En dat doen we op allerlei plekken in en om Amsterdam. En ook in inmiddels 7 Odense huizen lezen wij samen. En dat is eigenlijk iets heel simpels. We nemen een paar teksten mee, een stukje uit een roman, een stukje uit een verhaal of een kort verhaal en altijd een paar gedichten. En die lezen we samen met de mensen. We hebben ze bij ons, dus iedereen kan meelezen. En we lezen het samen hardop en praten over wat dat oproept. Aafke, herken jij ook deze heilzame werking, zeg maar, van poëzie? Zeker. Je zag me misschien ook wel knikken bij wat Marije zegt. Hè? Dat losmaken van emoties en opnieuw woorden geven aan ervaringen.
Dat herken ik zeker. En ook bij anderen, bij studenten en bij mijn beroepsgenoten. Mijn vrouw had een ernstige vorm van dementie. En wat ik het beste kan doen is is een verhaal vertellen wat met haar te maken heeft. Want jullie moeten weten, ik had een goede vriendin van heel vroeger. En die stuurde opeens een mail dat ze een gedichtenbundel had gemaakt. En ik kreeg die gedichtenbundel per post toegestuurd vlak voordat ik naar Dini zou gaan. Die was toen net opgenomen. Maar ik was zo nieuwsgierig dat ik die bundel heb meegenomen naar haar toe. En dus toen ik daar eenmaal was bij haar, en ze was dus al een beetje apathisch en zo, ging niet zoveel van haar uit. Behalve dat ze geloof ik blij was dat ik er was. En toen ben ik toch haar die bundel gaan voorlezen. Ik zal hem hier even laten zien. En ik las dus spontaan eerst gedicht voor en vroeg haar of ik verder zou gaan. En ze knikte, want ze kon dus zelf niet meer praten ook. Dus ze knikte en ik nam dus gedicht 2 en daarna gedicht 3 en daarna gedicht 4. En ze werd steeds blijer en ze was zo gelukkig eigenlijk dat ik ongeveer de avond van mijn leven had. En dat was het dus voor die dag. Dus ik denk, nou heb ik het gevonden. Dus de dag erop bracht ik de bundel weer mee. En begon ik met voorlezen. En ze is helemaal in elkaar gezakt. Geen enkele reactie. Maar nou ja, goed, dat deed er eigenlijk niet meer zoveel toe. Ik had natuurlijk mijn belevenis van de vorige dag. En ik heb er lang over nagedacht wat dat nou precies betekende. Ik denk dat mensen met dementie, normale mensen, of laat ik zeggen, mensen die geen dementie hebben, excuses voor dat woord normaal, die hebben vaak dat ze alles wat er gebeurt om hen heen, dat gaat door de interne sensor heen. Ze hebben een beeld van zichzelf en alles wat er om hen heen gebeurt, moet bijdragen aan dat beeld, kan er ook mee in strijd zijn en dan komt er een soort ontkenning. Maar mensen met dementie, die hebben die verdedigingslinie veel minder. Die nemen de dingen zoals ze zijn, die nemen de dingen zoals ze binnenkomen. Af en toe als ik eens in het Odense huis moest invallen, zeg maar, of er was even niemand, dan was dat ook mijn ervaring. Als je een mooi gedicht leest, dan heb je altijd gelijk een gesprek. Het gaat over het hier en nu, het gaat over wat je hoort en... het effect wat Sybren beschrijft bij zijn vrouw zie je dan ook. Mensen leven op. Het is, een gedicht heeft zoveel dingen in zich waar iedereen kan er wat uithalen. Zonder dat het hele lappen tekst zijn. Dus ik herken zeker dat beeld. En ik kan me heel goed voorstellen wat er met artsen of verpleegkundigen met zo'n gedicht gebeurt. Dat inderdaad tot een andere dimensie leidt om met elkaar over te praten. En dat je een heel ander gesprek krijgt. Dus dat zou ook goed zijn misschien voor de collega's in het Odensehuis om dat eens te doen. Hè? Niet alleen. Wie weet.